Jordi, gefeliciteerd. Goal en assist. Een lekkere wedstrijd, denk ik. Ja, zeker, zeker. Dankjewel trouwens. Het is fijn dat we weer gewonnen hebben. Thuis weer gewonnen hebben. En 5-0 is een goede uitslag, denk ik. Je stond dicht bij de voorwaarts. Hè? En, vorige wedstrijden iets verdedigender. Wat vind je het zelf het fijnst? Moeilijk te zeggen. Dat hangt echt van de tegenstander af. En we maken elke wedstrijd, laat maar zeggen, een tactiek gebaseerd op de tegenstander. Dit keer op Almere dan. En vandaag was mijn rol dus om dicht bij de spits te spelen, iets aan de rechterkant. En vanuit daar zijn we veel gevaarlijk geworden. Dus dat was lekker vandaag. Daar kan je in ieder geval wel je steekpaas kwijt, hè, als je meer op 10 speelt. Ja, zeker. Al vond ik zelf dat af en toe nog wel beter kon. Af en toe was ik nog slordig, maar als je met 5-0 wint, mag je in ieder geval mag je niet klagen. Waarschijnlijk zal de trainer er nog wel wat van zeggen maandag, maar komt wel goed. En als je die goal terughaalt van jezelf, was goed overzicht behouden, vond ik, van Lati Sanjes. En hij werd nog aangeraakt, hè, je schot. Ik wist dat als ik zou opendraaien, dat verdediger dan waarschijnlijk de lange hoek zou afdekken. Dus ik wist dat zijn benen open zouden zijn waarschijnlijk. En dan is de keeper eigenlijk altijd op het verkeerde been. Ik weet eigenlijk niet of hij hem nog raakt of niet. Hij ging erin en dan is het goed voor mij. Ja, boeit ook niet natuurlijk. En 8-4, wat zegt dat je? Dat we weer dat we een stijgende lijn te pakken hebben. Ik denk dat we gewoon op deze weg door moeten gaan. Echt een team moeten blijven. Erin blijven geloven dat we de play-offs kunnen halen. Het was ook wel echt een wedstrijd erop of eronder. Nou, gelukkig zijn we erop. Volgende week hebben we de kans om boven de streep te komen. En daar gaan we voor. Hoe bevalt het je hier tot nu toe? Keukenkampioen divisie, NEC? Ja, hartstikke goed. Hartstikke leuk. Ik denk dat we een hartstikke goede groep hebben. Goede staf. Het niveau van de keukenkampioen-divisie is gewoon hartstikke hoog. Ik ben blij dat ik hier kan spelen en me verder kan ontwikkelen. Hopelijk kan ik NEC helpen bij een eventuele promotie. De overwinning is in ieder geval goed, hè? 5-0. En dan kijk je met een schuin oog naar volgende week. Dordrecht, die dan weer beneden staat. Moet je weer zelf het spel maken eigenlijk. Ligt dat NEC? Ja, ik denk dat wij het spel wel redelijk kunnen maken. Kijk, Almere zet ons vandaag vrij hoog vast. Dus dan word je gedwongen om vrij vlug de lange bal te spelen. Nou, als we en goed kunnen voetballen en blijkbaar ook in dit soort wedstrijden gewoon een goede uitslag neer kunnen zetten, dan heb ik volgens mij vertrouwen in volgende week. Jack, van harte gefeliciteerd. 5-0 overwinning. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, kijk, het belangrijkste was dat we die wedstrijd gingen winnen. En wij wilden Almere eigenlijk direct het voetbal onmogelijk maken. Hoog druk zetten, het publiek voor ons winnen. En uiteindelijk dan die wedstrijd gaan winnen. En stroef begin. Momenten bepalen vaak hoe wedstrijden verlopen natuurlijk. Hè. En prima dat wij uit een corner de rebound eigenlijk de 1-0 maken. Ja, dat heeft je ploeg dan nodig. Dat hebben we ook vaak tegen gehad. En dan druk je even door. Dan heb je Almere vast. Dan laat je het niet los. En dan maak je de 2 en 3-0. Volledig terecht, denk ik. En dan is dat een prima uitgangspunt in de rust. Ja, ze vielen echt op de goede momenten, hè, die goals. Ja, goed. Je beloont jezelf gewoon op de goede momenten. En daar doe je altijd alles voor. Dat is spelervattingen trainen of het hoogdruk zetten, het bal veroveren. Ja, dan is dat lekker als je daarmee beloont. In de rust hebben we ook gezegd. Maar dan niet achterover leunen, maar blijf gewoon volle bak spelen. Want dan kan je gewoon een goede uitslag neerzetten met 5, 4, 5, misschien wel 6-0. Tegen Utrecht hebben we dat ook geprobeerd. Hè. Toen lukte dat in de tweede helft niet, doordat we wat kansjes misten. En ook misschien net wat, iets wat verslapte. Nou, vandaag hadden we het in het begin, tweede helft, weer moeilijk. Hè. Wat wissels van Almere. Persoonlijk vind ik het altijd lastig te bespelen spelers. Hè? Hoefdraad en kip die altijd lopen tussen de linies zijn en slim zijn. Nou, daar hadden we gewoon even moeite mee. Ook dan maken we het juiste moment de 4-0. En dan kan het 5-6-0 worden als we bepaalde zaken nog goed uitspelen. Ja, omdat je toch wat kansen weggaf bij die 3-0. Vogelvrij, Lucas was volgens mij die kopbal. Was je sowieso verrast dat Almere City vrij hoog druk zette ook?
Nee, ja, als je met 3-0 achter staat, dan weet je dat het gaat gebeuren. Dus dat is allemaal besproken. En, kijk, voor de wedstrijd hebben we ook besproken, als het lang 0-0 blijft, of misschien als we achterkomen, ja, dan zullen ze het nog kleiner gaan maken, dan zullen ze nog verdediging gaan spelen. Dus ja, die scenario's, daar hou je altijd rekening mee. Maar ik vond in het begin, hè, Almere ook, bij jullie 16, terwijl ik ze eigenlijk ken ook gewoon van een beetje Italiaans, een beetje afwachtend. Ja, nou ja, goed, maar ik denk wel dat hun ons geanalyseerd hebben en dat ze tot de beslissing zijn gekomen ons ook niet te laten voetballen en ja, niet alle problemen in huis te halen. En ja, hun zullen ook gezien hebben dat wanneer dat wij ruimtes weggeven, in de opbouw slordig zijn, ja, dat we daar veel goals uit weggeven. Dus dat is een spel dat ploegen spelen. Hij was ook nog heel druk aan het coachen zelf, hè, bij 3-0 nog. Daar kwam ook die 4-0 uit. Dat je Simié die de diepte zocht, ruimte maakte voor Latissagnes. Ja. Dat was een mooie goal ook, mooi uitgespeeld. Ja, nou ja, dat was een goed voetbalmoment inderdaad in de tweede helft. En ja, kijk, we hebben wel steeds vanuit de bank nog steeds het idee dat wij vanaf de zijkant ook veel moeten helpen in de coaching. Dat zit wat minder in ons team, dus ja, dan moeten we dat van de zijkant doen. Nou, daar hebben we een prima staf voor om dat te doen dan. En dan is het mooi dat die momenten ook gepakt worden. En laat je Bart van Rooij nog debuteren, mooi moment voor zo'n jongen. Ja. We hebben al een keer de kans gehad in een andere wedstrijd en toen hebben we die eigenlijk laten lopen. En vandaag was dat een mooi moment, denk ik, om te doen. En hoe kijk je nu naar de rest van de uitslagen? Of ben je echt puur en alleen met je eigen ploeg bezig? Ik heb ze nog niet gezien, de andere uitslagen, om eerlijk te zijn. Dus daar ga ik zo meteen kijken. Het belangrijkste was deze wedstrijd te winnen en die aansluiting te pakken. En van daaruit is het dan weer belangrijk om dat, wat ik net zeg, in de volgende wedstrijd te verzilveren door bij Dordrecht te winnen. Want ja, dan kan je stappen maken en dan krijg je, Den Bosch en Roda thuis, twee wedstrijden. Andersom. En dan moet je die lijn doortrekken, want play-offs veilig stellen, dat is het eerste doel op dit moment. En dan zie je door het verschil in een aantal punten, kan je altijd kijken waar het schip strandt. Ja. Oké, dankjewel. Hè. Ja. Veel succes. Dankjewel.